Vandaag is het Wereldwaterdag. Maar water hebben we natuurlijk ook laatst al getekend met de rivier. Maar er zijn nog meer manieren om water te tekenen. Hè, je weet ook nog wel die emmer die we hebben getekend, met die dweil. Nou goed, we gaan gewoon weer wat met water doen. Doe je weer mee? Ja, Wereldwaterdag. Hoe teken je nou water? Nou, het is een lijntje wat ik eigenlijk ook leer, een van de basislijnen, leer in de cursus zakelijk tekenen, online cursus. Ook in de workshop zakelijk tekenen. En dat is deze. Ik probeer die afstand gelijk te houden. En je ziet het, we hebben dan gelijk golfjes. En maar weer. En zo kan je natuurlijk een zee tekenen. Water. Eigenlijk heel simpel. Maar het kan ook een luifel zijn van een kraampje op de markt. Dit lijntje, je zal merken als je dit eenmaal tekent, zal je het veel vaker gebruiken. Kijk, het kan ook zijn dakpannetjes. Maar ja, als je kijkt, als je er nou gewoon zo een bootje in tekent. Een bootje, dat hebben we natuurlijk ook al vaker getekend. Zo. En we tekenen daarachter ook nog golfjes. We kunnen ze bijvoorbeeld ook de achterste golfjes steeds kleiner maken. Zie je? Dan werk je zo zeg maar langzaam naar een horizon toe. En dan een zonnetje. Een paar meeuwen in de lucht. Komen ze weer voorbij, die vogels. En dan heb je water getekend. Maar water kan natuurlijk ook anders. We hebben ook, je kan ook zulke golfjes doen. Hè? Dat kan. We beginnen met zulke golfjes kan dus. Je zag al wat er gebeurde. Aan het eind werden het meer golfjes. Dus zo. Dat kan natuurlijk ook. Tekent eigenlijk nog lekkerder. Dan heb je een beetje. Het staat er ook een beetje wind. Zulke golfjes. Ik zou zeggen. Ga hiermee oefenen. Ga die lijntjes maar eens een bladeren vol tekenen met die lijntjes. En dan. Dan wordt het steeds beter. En steeds consequenter ook. Hè? Die afstand. Hè? Dat zo gelijke bolletjes zijn zeg maar. Het is eigenlijk ook weer het bolletje van het spreekwolletje bijvoorbeeld. Hè? Goed. Nog een visje. Die heeft niet zoveel zin in die vis. Maar goed. Ga lekker aan de slag. Ik zie jullie morgen in de volgende video.